Beste kijker, van harte welkom bij deze aflevering van SZF Magazine. Vandaag belichten wij de afdeling Afbouwregeling, Medische Uitzendingen, Lokale Opbouwvoorzieningen. Kort gezegd, Armulof. U krijgt ook enkele gezondheidstips in deze aflevering. We duiken vandaag de geschiedenis in en belichten het ontstaan van de afdeling Armulof. Dr. Mildred Lionfong, die nauw betrokken is geweest bij het ontstaan van de afdeling, vertelt hierover. De medische uitzendingen naar het buitenland begonnen al lang voor de onafhankelijkheid van Suriname. We waren toen een semi-autonoom land en de medische uitzendingen vonden plaats ten laste van de onderwijsbedden in Nederland. Na de onafhankelijkheid in 1975 veranderde de zaak natuurlijk. De uitzendingen gingen door, maar er was nog niet direct bepaald op welke wijze dat gefinancierd zou worden. In 1981 ontstond het Staatsziekenfonds. En in het premiebesluit van het Staatsziekenfonds was opgenomen dat 0,5% van de premieopbrengsten die moesten worden besteed ter bekostiging van de behandeling van patiënten in het buitenland. Daarna werd de verhouding met Nederland vertroebeld. De uitzendingen gingen door, maar Suriname kon dat niet meer betalen. Nadat de relatie met Nederland was hersteld in 1987, werden er afspraken gemaakt dat de bekostiging zou plaatsvinden ten laste van de verdragsmiddelen. De regeling heette toen regeling laagfrequente aandoeningen. Er was op volksgezondheid een speciale geneeskundige commissie ingesteld die moest bepalen op grond van bepaalde criteria, wie in aanmerking kwam voor uitzending. Een van de belangrijkste criteria was dat de prognose heel goed moest zijn, dat de ziekte van levensbedreigende aard moest zijn of een vitale lichaamsfunctie moest hersteld kunnen worden na behandeling in Nederland. Iedereen ging toen naar Nederland. In 2004 raakten de gelden, de verdragsmiddelen, raakten op. Dus moest Suriname uitkijken naar andere mogelijkheden. Er vertrok een verkenningsmissie naar Colombia, Bogota. En die kleine verkenningsmissie bestond uit functionarissen van het Staatsziekenfonds. We waren enthousiast over de kwaliteit van de zorg. Maar voor alle zekerheid hebben we 6 maanden later hebben we specialisten meegenomen. En die vonden de kwaliteit ook heel goed. De regeling veranderde van naam. Het werd Armulof, wat staat voor Afbouwregeling, Medische Uitzendingen, Lokale Opbouwvoorzieningen, met de nadruk op lokale opbouwvoorzieningen. Het is dus een regeling die afloopt. De eerste patiënten die naar Bogota werden gezonden, gebeurde in juli 2005. En tot nu toe worden mensen naar Colombia uitgezonden, maar in geringere mate, want de lokale opbouw van voorzieningen vond ondertussen plaats. Er kwamen in het begin gastmissies uit het buitenland die hartoperaties deden bij volwassenen. Er vond kennisoverdracht plaats naar Suriname. Er kwam een thoraxchirurg in Suriname en de meeste hart
operaties bij volwassenen vinden nu in Suriname plaats. Daarna kwamen er onder andere missies voor kinderhartpatiëntjes. Ook dat loopt. En wat heel belangrijk was, in 2012 ging het radiotherapeutisch centrum van Suriname ging van start. Dat betekende dat een groot deel van uw patiënten die naar Colombia ging voor bestraling, niet meer naar het buitenland hoefde. Het kon hier allemaal in Suriname plaatsvinden. Dat is in het kort de geschiedenis van de medische uitzendingen naar het buitenland. Dus eerst Nederland en nu Colombia. Het ontstaan van Armulov. De Armulov-regeling maakt het mogelijk voor elke ingezetene van Suriname om uitgezonden te worden naar het buitenland voor een medische ingreep. De ziekte moet van een zodanig niveau zijn dat verdere hulp in Suriname niet mogelijk is. De behandelend specialist beslist of het beter is voor de patiënt om in het buitenland medisch behandeld te worden. Wanneer de patiënt uitbehandeld is in Suriname en er kans op genezing bestaat in het buitenland, kan de specialist de patiënt aanmelden voor de Armulov-regeling. De geneeskundige commissie, een werkarm van het ministerie van Volksgezondheid, neemt de aanvraag in behandeling en keurt deze goed of af. Het uitzenden van patiënten naar het buitenland voor specialistische behandeling is dus geen aangelegenheid van het SZF. Het uitzenden van patiënten naar Nederland werd stopgezet vanwege de hoge kosten die dit met zich meebracht. Suriname is toen op zoek gegaan naar een andere manier om deze regeling te blijven garanderen. Dat kon via Colombia. De eerste patiënten werden in juni 2005 naar Colombia gestuurd voor medische behandeling. Patiënten worden in uitzonderlijke gevallen nog wel naar Nederland gestuurd indien de behandeling niet in Cuba of Colombia gedaan kan worden. De ziekenhuizen waarmee Suriname in Colombia werkt zitten in de steden Bogota en Bucaramanga. Het SZF komt in beeld nadat de geneeskundige commissie de aanvraag van de behandelend specialist heeft goedgekeurd. Het SZF is dus slechts belast met de uitvoering van de goedgekeurde uitzendingen. Voordat de uitzending wordt goedgekeurd, neemt de geneeskundige commissie bepaalde criteria in acht. Wanneer de geneeskundige commissie een aanvraag heeft goedgekeurd, wordt het proces van uitzending ingezet. Dat begint bij het opsturen van het dossier van de patiënt naar het buitenland, een aangelegenheid van het SZF. Vervolgens brengt het ziekenhuis een offerte uit aan de hand van het ziektebeeld. Ook wordt na de goedkeuring de familie geïnformeerd over de kosten die ten laste komen het SZF en wat er zal gebeuren. U hoort Chantal Eltenberg, medisch coördinator Armulov. Als deze uitzending inmiddels is goedgekeurd, dan komen de patiënten en hun begeleiders naar ons toe met de goedkeuring. Dan vraagt SZF een offerte aan de verschillende ziekenhuizen waarmee we samenwerken, voornamelijk in Colombia. En wanneer we de offerte krijgen, want de offerte betekent dus ook direct dat de mogelijkheid tot het behandelen van deze patiënt, dus dat die bestaat. Het heeft een dubbele functie. Ik vraag een offerte aan en als ik een offerte terugkrijg, dat betekent dus dat ze de patiënt kunnen helpen. Dan zijn er een aantal zaken die de patiënt op orde moet hebben voordat die vertrekt. Zoals de benodigdheden, zoals een uittreksel en een kopie familieboek. Ook van de contactpersoon moet duidelijk zijn wat de relatie is van de contactpersoon en de patiënt. Zijn paspoort natuurlijk, die niet binnen 6 maanden zal komen te vervallen. Als we hebben cd's of verslagen, radiologische verslagen nodig, om ons zo goed mogelijk klinische beeld te geven aan de specialisten al daar, want ze hebben de patiënt niet voor zich. Dus om zo accuraat mogelijk een offerte te maken.
en ook een behandelplan uit te stippen, dan moeten wij zoveel als mogelijk informatie aan ze overdragen. Verder moeten ze gesaneerd worden. Het gebit van zowel de patiënt als de begeleider moet gesaneerd worden. En dat saneringsbriefje hebben we dus ook nodig. Gele koortsvaccinatie moet overlegd worden. Volgens de richtlijnen van de geneeskundige commissie mag het SZF inkomen met een maximaal bedrag van $35.000 per medische behandeling. Bij het uitzenden worden de medische kosten, verblijf, voeding, de noodzakelijke begeleider, benodigde transport in het buitenland volledig gedekt en verzorgd door het SZF. Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de armoelofregeling? Criteria om in aanmerking te komen voor de armoelofregeling zijn: transplantatiegevallen komen niet in aanmerking voor de armoelofregeling. De patiënt mag niet ouder zijn dan 75 jaar. Elke ingezetene in Suriname die jonger dan 75 is en geen transplantatie hoeft te doen, kan in aanmerking komen voor de armoelofregeling. Wat het SZF niet dekt, zijn de kosten voor de tickets. De regeling kan hiervoor niet worden aangesproken. Het zij van de patiënt en van de begeleider, met uitzondering van de medische begeleider. Er mag altijd iemand meegaan met de patiënt, vrijwillig, maar dan zijn de kosten voor verblijf niet voor rekening van het SZF. Het SZF kan niet en mag niet in beeld komen alvorens de geneeskundige commissie haar voorwerk heeft gedaan. Wanneer het om een minderjarig kind gaat, dekt het SZF wel de kosten voor de verantwoordelijke die mee moet met zo'n minderjarige. De patiënt moet de saneringskosten voor het gebit betalen, de ticketkosten. Er wordt een borg gevraagd die ze, als er zich geen calamiteit hebben voorgedaan, die niet ten laste zijn van de armoelofregeling. Bijvoorbeeld dat plotseling de kies weer pijn doet of dat ze de vlucht hebben gemist en dat was buiten het ziekenhuis om of de vliegmaatschappij om, dat ze niet op tijd daar zijn aangekomen. Dan krijgen ze de borg volledig terug. Dus dat zijn de kosten meer. De sanering, de ticketkosten en de borg. En wie van het SZF gaat met de patiënten mee als begeleider? Oké. Mijn persoon, dokter Hasrat. Vaker hebben we dus ook verpleegkundigen die soms meegaan. En de medische begeleiding, als dat vereist is natuurlijk, dan wordt het een... kan er soms ook een arts aangetrokken worden afhankelijk van de aandoening van de patiënt en welke type medische begeleiding er nodig is. Dan wordt er ook een arts aangetrokken van het ziekenhuis, een zaalarts. En die mensen gaan dus onder begeleiding als die medische hulp vereist is tijdens de vlucht. En in het kader van de armoelofregeling, wat zijn de vooruitzichten voor 2018? Zo. Automatisering, voor mij is digitaliseren is voor mij heel belangrijk, zodat alles vlotter verloopt, de patiënt ook minder loperijen heeft met het bezorgen van het document. Eerst naar de specialist, dan de geneeskundige commissie, daarna bij mij. Dus dat is voor mij een groot doel dat ik voor ogen heb. Verder is het met de feedback van de patiënten zoveel als mogelijk bekijken hoe wij betere voorzieningen kunnen treffen, hoe wij het betere body kunnen geven aan het programma, zodat ook hun verblijf daar aangenamer wordt. De Stichting Staatsziekenfonds streeft er voortdurend naar haar verzekerden optimale service en kwaliteit aan te bieden. De hoofdapotheek van het SZF heeft daarom een nieuw onderkomen en is nu makkelijker bereikbaar. In het veel uitgebreider en modern ingericht gebouw is het niet alleen aangenamer vertoeven, maar er is ook meer ruimte voor persoonsgerichte dienstverlening. De gemotiveerde medewerkers staan continu klaar om u te woord te staan en u op vlotte en vriendelijke wijze te helpen bij het indienen van uw recept en het afhalen van uw medicijnen.
Indien u toch nog vragen heeft, is ook onze apotheker zelf beschikbaar om meer uitleg te geven. U krijgt bij ons de aandacht die u verdient. De SZF Apotheek, eerder gevestigd in het hoofdkantoor van het SZF, staat nu slechts enkele stappen verder op de hoek van de Prinsenstraat en de Frederbystraat. Stichting Staatsziekenfonds, met trots al meer dan 35 jaar uw trouwe zorgpartner. Wat is gezond bewegen? Gezond bewegen voor volwassenen wil zeggen 2,5 uur per week bewegen, matig intensief en of zwaar intensief. Matig intensief is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen en dansen. Uw hart gaat sneller kloppen en u gaat sneller ademhalen. Zwaar intensief is bijvoorbeeld hardlopen, voetballen, fitness en vechtsporten. U gaat zweten en raakt buiten adem. Verspreide activiteiten over verschillende dagen. 2 keer per week activiteiten en of oefeningen die uw botten en spieren versterken. Dit kan bijvoorbeeld met oefeningen doen, krachttraining, springen, traplopen en fitness. Als u al wat ouder bent, zijn ook balansoefeningen aan te bevelen. Zoals op 1 been staan. Niet veel stilzitten. Beweegt u vaker, langer of intensiever dan deze adviezen, dan worden de positieve effecten op uw gezondheid groter. Wat zijn de voordelen van bewegen en sporten? Regelmatig bewegen is gezond en voor veel mensen ook leuk om samen te doen. Als u veel beweegt, raken uw spieren, longen, hart en bloedvaten eraan gewend om te werken. U voelt zich lichamelijk en psychisch fitter en u heeft meer energie. Als u beweegt, heeft u minder kans op overgewicht, psychische problemen, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct of een beroerte. Houdt u de wachtdienstregeling voor dit weekend in de gaten? Dit doet u via het servicenummer 148, de SZF-website en Facebookpagina, maar ook in de lokale dagbladen en de SZF-mobiele applicatie. De wachtdienstregeling, een public service van de Stichting Staatsziekenfonds. Heeft u vragen over dit programma? Bel naar de afdeling Marketing en Communicatie op het telefoonnummer 477-101, toestelnummers 407-414-450-457 of 221. Voor meer informatie over de SZF-voorzieningen belt u met de SZF-klantenservice op het telefoonnummer 477-101, toestelnummers 226, 233, 281 of 283. Dat was SZF Magazine voor deze week. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende week met een nieuwe aflevering.